Welkom bij MambaPoint.tv. Dit is het internetplatform voor en over particuliere initiatieven op het gebied van ontwikkelingshulp. Nou, pakjesavond staat voor de deur en daarom ga ik vandaag op zoek naar eerlijke Sinterklaas cadeautjes. Of beter gezegd, producten uit ontwikkelingslanden die onder goede werkomstandigheden gemaakt zijn en waarvoor de werknemers een eerlijke prijs hebben gekregen. Nou, ik ga vandaag niet in mijn eentje shoppen, dat doe ik namelijk met het stoere vrouwenkoopleger. Chris, wat zijn jullie in vredesnaam aan het doen hier? Ja, ik ben regimentsleider van dit fantastische stoere vrouw koopleger. En wij zijn ons aan het voorbereiden voor de opmars straks door de straat van Amsterdam. Eerst even, wat is dit leger precies? Waar komt dit vandaan? Nou, dit leger zet zich in om de groene Sint te gaan ondersteunen. Op zijn zoektocht naar goede verantwoorde cadeautjes. Is het zo moeilijk om te vinden? Dan heb je daar zo'n heel leger voor nodig om dat uit te zoeken. Ja, helaas zijn er maar heel weinig producten op de markt. Die echt voldoen aan de wensen van de Groene Sint. En daar proberen wij dus verandering in aan te brengen. Omdat wij het eigenlijk een beetje schijnheilig vinden van de oude Sint. Dat hij dus cadeautjes aan westerse kinderen geeft. Terwijl die in ontwikkelingslanden onder erbarmelijke omstandigheden ook door kinderarbeid worden vervaardigd. De repetities zijn voorbij. Nu gaat het echte werk beginnen. Wij gaan shoppen. Links, 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 rechts. March, march, march. Links, rechts, links, 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 rechts, links. Hoe kan de dag nou beter beginnen dan met een eerlijke chocoladeletten? Dat kan. Is dit wat? Sinterklaas bonbons. Nou, het ziet er niet zo uit alsof het groene chocola is. Maar hoe weet je nou of iets goed is of niet? Nou, meestal keurmerk. Daar kun je in ieder geval wel van uitgaan. Tja. Niet op waar de amandelen vandaan komen die in deze marsepein zitten. Dus jij laat hem nog eventjes liggen? Ik laat hem voorlopig nog even liggen, ja. Ja, ik ga nog even verder zoeken. Heb jij wat gevonden? Nee, nog niet. Alleen ja, één chocolade. De chocoladeletten? Ja, dat is de enige tot nu toe. Maar verder geen fairtrade pakjes. Hoezo niet dan? Ja, ze zijn hier nergens. Of er staat er niks op. Het is heel onduidelijk waar het vandaan komt. Nou, dan weten we ook niet zeker of dat het wel eerlijke producten zijn. Dus het is lastig hier. Ja, ik heb helaas nog niks fairtrades gevonden. Maar onze MambaPoint-verslaggever heeft wel een eerlijk cadeau op de kop getikt. Ik ben een handgemaakte vingerpop uit Peru. Voor mij is een eerlijke prijs betaald. Wij zijn te koop in veel houten speelgoedwinkels en kleurrijke cadeauwinkels door heel Nederland. Is ze kwijt? Ik weet niet meer. Oh wacht, volgens mij zijn ze buiten. Links, 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 links. Gaat ook veel te snel, man, die vrouwen. Links, 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 links. Wat vindt u hier nou van? Van dit is hartstikke leuk. Ja? En waar is dat eigenlijk van? Ja, u heeft geen idee? Nee. Ik vind het enig. Heeft u enig idee waarvoor het is? Nee, nee. Let jij op wat jij koopt als jij... Kijk, ik zie daar... Een broodrooster. Een broodrooster, is dat een eerlijk product of niet? Ik ben bang van niet. Waar let u dan op? De prijs. En ook nog of het misschien door kinderhandjes gemaakt is. Oh, zo doen. Ja, 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 ja. Ik geloof helemaal niks van. Hoe weet u dan bijvoorbeeld dat iets een goed cadeau is? Overal labels op als je bij Albert Heijn
naar binnen gaat, dan kijk je bijvoorbeeld wat er op de koffie staat en wat er biologisch is. Tenminste, ik wel, niet overdreven, maar ik let er wel op. In principe eet ik vegetarisch, dus ik let wel op diervriendelijkheid. En ik probeer er wel op te letten, maar soms dan wil je heel graag een bepaald cadeau geven. Zoals een broodrooster. Heb je dan niet zoiets van, ik ga toch even die winkel in, want daar weet ik dat ze die kaarsjes verkopen en die zijn in ieder geval goed gemaakt? Ja, maar als die winkel niet precies heeft wat ik zoek voor een persoon, dan gaan mijn kennissen voor. Ik vind dat ze zichtbaar moet maken. Kijk, als wij zo'n broodrooster hebben gekocht, en nou, deze keer hebben we niet gevraagd, maar er is verder in de winkel ook niks te zien dat hoe en waar die vandaan komt, zeg maar, en hoe die gemaakt wordt. En dan ben je toch gemakzuchtig om niet te vragen. Dus je moet eigenlijk gewoon een stempel op, dit is wel goed, dit is niet goed. Of, Zichtbaar zijn. Ik heb nog niets gevonden. Heel erg jammer, maar ik kon hier niets vinden. Dus het is nog best lastig om een eerlijk cadeau te vinden voor Sinterklaas. Is dit wat voor jou? Nou, het is in ieder geval mooi roze, dus het kleurt zeker bij ons. Maar ja, zou het wat zijn? Volgens mij staat er niet op waar het vandaan komt. Nickel free, ja, nou ja. Je weet het niet zeker? Ik zou het niet doen. Nou ja, onze verslaggever heeft wel een heel mooi en eerlijk sieraad gevonden. Of zit er toch een luchtje aan? Dit zijn de armbandjes van Adja. Meer dan dat. Ben je nou ook een groene Piet of echt een zwarte Piet? Ik ben meer groen als zwart. Waarom dan? Omdat ik hou van goede spullen. Wat hebben jullie nu aan schone, duurzame, diervriendelijke en mensvriendelijke producten nu in de winkel? Alle cosmetica die je in HEMA vindt, is zonder testen op dieren is dat allemaal gemaakt. We staan hier naast de Return to Sender producten. Dat is een heel mooi voorbeeld natuurlijk van duurzame producten van over de hele wereld. Wat wil jij graag in je schoen krijgen van de Sinterklaas? In mijn schoen? Even denken hoor. Beddengoed. Hoe controleer jij of het beddengoed wat jij koopt 100% schone katoen is? Zonder dus dat mensen daaraan sterven in het verbouwen van katoen aan allerlei pesticiden en vervolgens kanker krijgen. En dus indirect vermoord worden. Nou, dat is, ja. We zijn met HEMA ook bezig met bamboe is een stof waar voor de teelt absoluut geen pesticiden nodig zijn. Dus dat is natuurlijk al een hele goede stap. En dat wordt nu al in een aantal kledingstukken die we hebben. Bijvoorbeeld in babyrompertjes en in sokken gebruiken we nu al bamboe. En we gaan in 2008 ook biologisch katoen in onze winkel introduceren. Dus eigenlijk, ja, we zijn ook allemaal dat soort dingen kijken we ook eigenlijk naar. Om daar ook veel meer initiatieven op te nemen. Ja, we hebben een krukje gevonden uit Sri Lanka. Dus een eerlijk product. En een sjaal. Deze komen uit India, deze sjaals. Maar het is wel grappig, hè? Want dit is 7,95 en daar de gewone etuis zijn 2,95. Ja. Dus het is natuurlijk ook best wel een kwestie van geld. Hoe vind je dat de dag is verlopen tot nu toe? Ja, het gaat echt hartstikke goed. Je ziet wel dat zo'n grote groep vrouwen en dan ook nog eens in koopleger nu ontzettend veel indrukken maakt op straat. Zat er nou veel in het mandje uiteindelijk? Nou, er zat toch wel wat in. Er zat wel wat ja, in, niet, maar ja, niet heel, heel veel keus hoor. Het mandje was niet vol, maar na de gesprekken met de managers zijn de toekomstverhalen klinken wel positief en veelbelovend. Dus ze zijn bezig, maar dan gaan we voor een tijdje gewoon weer controleren. Misschien volgend jaar een iets voller Sinterklaasmandje als jij boodschappen gaat doen. Hoop ik eigenlijk wel. Okay, ja, maar er verandert iets tenminste. Ja. Heel goed. Nou, volgens mij moet jij je leger weer aansturen. Ik weer terug naar mijn soldaten, dus ik ga ze nu snel. Dankjewel hè, voor vandaag. Bye bye. Doei. Nou, hou jij nou niet zo heel erg van consumeren of moet jij een cadeautje voor iemand kopen die alles al heeft? Dan heb ik hier het perfecte cadeau voor je. In dit geval in Oost-Europa. Stoer vrouwen! Hoeveel groene, goede cadeaus hebben jullie ingeslagen? Valt het mee of valt het tegen? Tegen! Stoere vrouwen helpen zich! Dit waren de cadeautips van mambapoint.tv. Heb jij nou ook een goed doel opgezet in het buitenland? Meld je dan aan op mambapoint.tv. En ik zeg heel veel succes met het kopen van je Sinterklaas cadeautjes. Doei! Links, rechts, links, 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 links,